Het bestuur Chandrika Prasad Santokhi is gisteren bij acclamatie gekozen. De verkiezing vond plaats in het partijcentrum De Olifant tijdens een partijcongres. Nieuwkomers in het multi-etnisch bestuur zijn onder meer Merwin Leeflang, Patrick Henaar, Stanley Dijksteel, Glenn Oelers en Henk Afiankooi. Het congresbestuur zal voor de komende jaren geleid worden door Shul Ayodhya, terwijl Marijke Jwala Prasad gekozen is tot secretaris. De Oranje Partij wil dit jaar nog het VHP-beleid 2016-2021 ontwikkelen en goedkeuren. De speerpunten van dit beleid zijn onder andere Suriname uit het diepe dal van crisis halen en een landelijke aanpak van armoede. Ook wil de VHP werken aan het verder versterken van de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Andere punten zijn investeren in de kleine en middelgrote ondernemingen, gericht op exporteconomie en het creëren van werkgelegenheid voor jongeren. De Oranje Partij zal zich in het nieuwe beleid sterk maken voor betaalbare elektriciteit en andere nutsvoorzieningen. Ook gaat zij voor de garantie van een acceptabel niveau van veiligheid en toegankelijkheid van gezondheid voor een ieder. Herstel van de Surinaamse economie wil de VHP bereiken door het aantrekken van goedkoop diaspora-kapitaal. Surinaams en buitenlands kapitaal zal aangewend worden voor gezamenlijke investeringen. De VHP wordt klaargestoomd voor de regeerverantwoordelijkheid, zegt de herkozen VHP-voorzitter. De VHP is de nieuwe hoop voor alle Surinamers en de redding voor Suriname. Aldus VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi in zijn overwinningsrede gisteren in het partijcentrum De Olifant.